Het is goed om vanavond weer hier te zijn. Ik zie veel bekende gezichten, ik zie nieuwe gezichten. Het is goed dat ik nieuwe gezichten zie. En we gaan lezen zometeen uit Efeze hoofdstuk 2. Ik wil even noemen dat. Weet, er zijn veel christenen die erg blij zijn met hun christelijke wandel. En ze gaan naar de kerk, ze zitten aan het avondmaal, ze doen hun religieuze plichten en ze geloven in Jezus, ze geloven ook in de Heilige Geest. En toch zijn er zoveel die grote problemen hebben. Zoveel christenen die grote problemen hebben. Denk maar aan het grote aantal echtscheidingen. Denk maar aan een heleboel die ik ken, die in de schuldsanering zitten. Ik zeg niet dat het iets verkeerds is of ik wil er ook helemaal niet iets negatiefs over zeggen. Terwijl wij geroepen zijn, als, zoals net genoemd is, om meer als overwinnaars te zijn. Wij zijn geroepen om overwinnaars te zijn. Wij zijn geroepen om overwinnaars over zonde te zijn. Overwinnaars over ons vlees. Overwinnaar over de boze en zijn trawanten. Overwinnaar over onze omstandigheden. En dan is het triest als we zien dat er zoveel mensen, zoveel christenen, nog eigenlijk bezig zijn om op dezelfde manier te worstelen als wat de mensen in de wereld worstelen. En dat is jammer. En eigenlijk is het ook niet nodig. Maar waar komt het vandaan? Waarom is dit zo? Waarom zijn zoveel van ons niet echt overwinnaars? Waarom is het zo dat de omstandigheden achter ons aankomen of ons vooruitgaan en wij lopen achter de omstandigheden aan? Ik herinner me nog, toen ik nog in Zuid-Afrika woonde, daar was een vrouwtje, die was pas tot bekering gekomen. En de volgende dag toen belde ze degene die tot bekering kwam. En toen zei ze, het is verschrikkelijk wat vandaag in mijn huis allemaal gebeurt. De ramen zijn aan het rinkelen en de deuren klapperen. En wat is aan de hand? Ja, zegt die man, die hebt gisteren je hart aan de Heer gegeven en de duivel houdt er niet van. Mm-hmm. Ja, maar wat moet hij nou doen? Pak die duivel aan. Ja. Ja, maar hoe moet ik dat doen? Ja, ze heeft nog maar 24 uur is zij een wedergeboren christen. Hij zei, gebruik de naam van Jezus. Ja. En ze gebruikte de naam van Jezus. En het werd rustig in het huis. Amen. We hadden in de gemeente iemand en die vertelde ons van, ja, de duivel is altijd achter mij aan. En ik zei, loop je dan altijd weg? Waarom? Ja, ja. Ik zei, nou moet je niet weglopen. Omdraaien en de vinger wijzen en zeggen in de naam van Jezus, nou is het afgelopen. Dat is de enige taal die de boze verstaat. De naam van Jezus. Amen. En dan, we hebben hem groot gemaakt vanmiddag of vanavond. En we zijn er nog niet klaar mee. Laten we eens gaan kijken naar hoofdstuk 2 van de brief van Efeze. Daarin zegt Paulus, ook u heeft hij, heeft God, met hem, dat is Christus, levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. Waarheen u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht van de lucht. Van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie ook wij allen voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature
kinderen des toorns, evenals de anderen. Aan wie schrijft Paulus dit? Hij schrijft het aan christenen. En hij zegt, u was dood door de overtredingen en de misdaden. Als hij dat zegt tegen de christenen in Feze, zegt hij dat ook tegen de christenen in Hogeveen vanavond. Zegt hij ook tegen mij, ik was dood door mijn overtredingen en door mijn zonden. Want we zijn in zonde geboren. We willen er vandaag niet meer aan. De wereld zegt, ja, maar elk mens heeft goede eigenschappen. Ja, we moeten het goede in de mens zien. Nou, ik heb mezelf onderzocht en ik heb niks goeds in mezelf gevonden. Dan zeg je, oh, maar het is een vroomheid van niks. Maar het is zo. Onderzoek jezelf maar eens onder leiding van de Geest van God en zoek maar iets wat goed is in je. Je zal niet gauw iets vinden. Want wij zijn in zonde geboren. Ik zou zeggen waarom. Toen God Adam en Eva maakte, maakte hij hen goed. Hij maakte hen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Hij maakte hen zoals hij zelf is. Hij legde zijn karakter in Adam en Eva. Zij waren als God. En God had een geweldig plan met hen. En hij maakte de wereld, hij plaatste hen in die wereld, hij zorgde voor alles, dat ze voedsel hadden, dat ze prachtige natuur hadden, dat ze dieren om zich heen hadden. Ze kwamen niks tekort en God gaf hen een opdracht en zei, heers over deze aarde. En over de dieren van het veld en de kruipende dieren. Heers. Wij zijn geroepen om heersers te zijn. Adam was al geroepen om een overwinnaar te zijn. En Eva. En dan zegt hij, heers over de vissen zee en onderwerp de aarde. Dat was de opdracht van een kind van God. Nou, en de mensen kwamen niks tekort, maar één ding mocht net niet. Ze mochten niet eten van een bepaalde boom en dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Want had de Heer gezegd, als je daarvan eet, dan zal je zeker, de dagen dat je daarvan eet, zal je te zeker, zal je zeker sterven. Ik ga dit niet alles met u lezen, u kent het verhaal. En we weten ook dat ze het gedaan hebben. En dat was een daad van ongehoorzaamheid. En Johannes zegt in zijn brief, een van zijn brieven, in zijn eerste brief zegt Johannes dat de zonde is de overtreding van de wet. En er was maar één wet. Je mag niet van die boom eten. Verder was er geen restrictie. Hadden ze alle vrijheid. En ze verkeerden in de tegenwoordigheid van God. God kwam hem opzoeken in de tuin. En toen kwam God in die tuin en toen miste hij hem onmiddellijk. En hij riep, Adam, waar ben je? Ja, wat gebeurde er? Adam had gegeten van die boom. En ongehoorzaamheid heeft gevolgen. En het eerste gevolg van ongehoorzaamheid is vrees. Daar kwam vrees over hem. Wat ruimt me dicht. En toen ze de Heere God hoorden naderen naar de tuin, wat deden ze? Ze verstopten zich. En God zei, Adam, waar ben je? Ja, zegt hij, ik heb mij verstopt. Ik heb mij verborgen. En voor u. Nou, waarom heb je je verborgen? Heb jij gegeten van die boom waarvan ik gezegd heb dat jij daar niet van mag eten? En toen kon Adam gewoon gezegd hebben, ja, ik heb daarvan gegeten. Hij had kunnen zeggen, excuus. Hij had kunnen zeggen, vergeef mij. Maar dat kon hij niet. De zonde had al een grip op hem. Er kwam de tweede zonde, er kwam de derde zonde. En als je dan ziet dat verhaal van Genesis hoofdstuk 3, zie je hoe de ene zonde naar de andere opstapelt. En God zegt van, ja, heb jij gegeten van
van die bom. Ja, zegt Adam, de vrouw die u mij gegeven heeft. Mm-hmm. En die, die heeft mij van die vrucht gegeven. En soms is het heel goed om naar jouw vrouw te luisteren. Ik herinner me in Groningen nog. Heb jij nog een woord over mij uitgesproken, een profetisch woord uitgesproken, dat ik wel eens meer naar mijn vrouw moet luisteren. Maar soms moet je niet naar je vrouw luisteren. En Adam moet niet naar zijn vrouw luisteren. Dus hij zegt eigenlijk, ja eigenlijk, Heer, het is niet mijn schuld, maar het is die vrouw zijn schuld. Of erger nog, hij zegt, Heer, het is niet mijn schuld, het is eigenlijk uw schuld. Want u hebt mij die vrouw gegeven, die vrouw heeft mij verleid. Dus het is uw schuld. Nou, zo hoor je de wereld praten. Hoe kunnen wij nog geloven in een God die dit toelaat in Syrië, die dit toelaat, alles wat in de Libanon gebeurt, in het Midden-Oosten, en God zal het toch nooit kunnen toelaten. Hij is toch bij machten om daar iets tegen te doen. En om dit tegen te houden. Ja, God is bij machten om te doen. Maar de zonde is in deze wereld gekomen en is in deze wereld gebleven. Adam en Eva kregen kinderen. De eerste kind was een moordenaar. Zie al hoe de zonde doorwerkt. De eerste was een moordenaar. Het tweede kind is vermoord. Dan komt de derde kind. Seth. En dat staat er in de Bijbel. En toen Adam zoon verwekte hij hem naar zijn gelijkenis. Naar zijn evenbeeld. Niet meer naar het evenbeeld van God. Maar het evenbeeld van de mens. Seth is geboren in zonde. En David, koning David, begreep het heel goed. Hij zei, en hij riep uit, nadat hij een grote zonde begaan had, hij had Uria de dood ingejaagd, hij had overspel gepleegd met Bathsheba. En dan, die Heer confronteert hem met hem, en dan zegt hij, ja, ik weet het. In ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. En u weet, je ziet het allemaal kleine kindertjes. He? Als ze honger hebben, baby's, en ze krijgen niet op een tijd een voedsel, wat krijg je dan? Dan gaat een bekje gaat open en er wordt, wordt geschreeuwd, vuistjes worden gebald, de beentjes daar wordt mee getrappeld en ik wil eten hebben. En nu, het is boos, het is kwaad, maar dat is de zonde in het kind. Wij zeggen van, ach, wat leuk, hè? Wat tederlijk enzovoort. Maar het is de zonde die werkzaam is. En een kind, die kent Jezus nog niet. Voor hem is hij in de leegte. Voor hem moet iets gedaan worden. En krijg ik het niet op een vredige manier, dan maar met geweld. Vandaar die vuistjes. Maar goed. Dus waar de mens deel was van de goddelijke natuur, is de mens geworden deel van de zondige natuur. En is doorgewerkt door de hele mensheid. En dat zien we wat we zojuist gelezen hebben. U was dood door de overtredingen en de zonde. Ik was dood door mijn overtredingen en mijn zonde. Het ging bij mij alles om mijn eigen leven. Het ging niet om de om andere mensen, nee, het is mijn leven, ik doe ermee wat ik wil. Kent u dat? Oh, twee mensen kennen dat. Nou, maar zo is het. Alles is gecentreerd om onszelf. En dan zegt de Bijbel dat wij dood zijn. Als wij Jezus niet kennen, dan zijn wij dood. Dood door onze overtredingen, de zonde. Waarin wij vroeger gewandeld hebben. Nou, u weet uw verleden, ik weet mijn verleden. En mijn verleden ben ik beslist niet trots op. En overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Nou, wij leven zoals de wereld leeft vandaag, wij leven zoals de duivel het wil. In ongehoorzaamheid, als kinderen van de ongehoorzaamheid. Wij ook staan
Ook de christenen in Eversen. Ook de christenen, ik zei het Hogeveen, ik bedoel toen Zwolle, we zitten in Zwolle. Maar goed, de wil van het vlees, dat volgden wij na. Van nature waren we kinderen des toorns. Nou is het zo, dat toen God de mens maakte, maakte de mens, God de mens, een geest. Hij gaf hem een ziel en hij plaatste de geest en de ziel in het lichaam. Nou, het lichaam is wat we kennen. Het lichaam is wat we, waardoor we ons herkennen. Toen ik hier binnenkwam, ik herkende zeker mensen, omdat dit is zoals wij eruit zien. Maar dat is niet de eigenlijke ik. Als u mij ziet en u ziet mij, dan dat is niet de eigenlijke ik wat u ziet. Er zit veel meer in. Er zit een ziel en er is een geest. En die ziel, dat houdt in onze verstandelijke vermogens, dat houdt in onze wil, onze verlangens, of ze nou goed zijn of slecht. Dat is allemaal onder het begrip van het zielenleven. Maar de eigenlijke mens is de ziel. Is de geest. God is geest. Amen. God heeft ons gemaakt naar zijn geest. Dus hij heeft onze geest gemaakt. Maar hij heeft onze ziel gegeven. Dat wij geen robotten zullen zijn. Maar dat wij eigen verantwoordelijkheid zouden kunnen dragen. Dat we een eigen wil zouden kunnen hebben. Dat is een van de grootste gaven die God aan ons gegeven heeft. Een vrije wil. Dat we mogen besluiten wat we zouden doen met ons levens. Of wat we niet zouden doen. En de meesten, en ik zelf vroeger ook, heb de verkeerde keuze gemaakt. Maar God had gezegd tegen Adam en Eva, dat is één gebod, je mag niet van die vrucht eten, maar als je eet van die vrucht, dan zal je sterven. En ze hebben gegeten van die vrucht. Dan zijn ze gestorven, lichamelijk niet. Van Adam en Eva hebben kinderen gekregen. En Adam heeft nog kleinkinderen gezien, achterkleinkinderen gezien. Hij is een oude man geworden. Dus het lichaam is niet gestorven. De ziel is ook niet gestorven. Die ziel maakte overtijd. Constant was Adam en ook Eva bezig om zichzelf te rechtvaardigen. Ja, maar dat is niet mijn schuld. Hè? Dat is Eva de schuld. O, zegt de Heere God, en Eva, heb jij gegeven van die boom? Nee, die slang heeft mij bedrogen. Met andere woorden, als die slang me niet zou bedrogen hebben, dan zou ik niet gegeten hebben. Dan kennen wij dit, om onszelf te rechtvaardigen. Dat zit er nou vandaag nog net zo in, de onbekeerde mens, als wat het vroeger was. Maar de geest is gestorven. Hoe sterft de geest? God is in de hemel, wij zijn hier op aarde. En God zegt in de profeet, door middel van de profeet Jeremia, dat... Door de zonde is daar een scheiding gekomen tussen God en ons. Tussen ons en God. Een scheiding. En God wil niks met de zonde te maken hebben. Hij haat de zonde. Hij zegt, de ziel die zonde die moet sterven. Het loon van de zonde, dat is de dood. God haat zonde. Haat ongehoorzaamheid. Daarom komt die scheiding. En die mens kan niet meer bij God uitkomen. Maar de mens heeft een vrije wil gehad, gekregen, hij heeft verstandige vermogens gekregen, dus hij gaat toch proberen wegen te vinden om bij God uit te komen. Hij kan niet bij God uitkomen, dus wat doen ze dan? Dan gaan deze eigen goden maken. De Romeinen hadden een eigen goden, de Grieken hadden een eigen goden. In India zijn ze er heel goed in om eigen goden te maken, daar hebben ze de 300 miljoen. En zij aanbidden deze goden. En als je door de straten van grote steden of dorpen loopt, dan elke hoek van de straat, je ziet wierookstokjes, je ziet stempeltjes en dan ga zo maar door. En heel godsdienstig, kunnen wij misschien nog een voorbeeld gaan nemen. Alleen is het een verkeerde godsdienst. Maar wij zijn gescheiden van God. En van toen af zijn we aangewezen op ons eigen zielenleven, op onze eigen verstandelijke vermogens en op ons lichaam. Nou... En als we dit nou kijken, en wat ik nou net met u gelezen heb, dan dat is niet zo leuk. En als ik zeg nou amen, ja, ik moet wel zeggen amen, want het staat in het woord en het woord is waar.
En ik zei, nou gaan we naar huis, dan gaan we om met de principe huis. En dan komt de volgende, vers 4. Maar, staat er. Maar God. Nou komt God in het plantje. Wat ik net noemde in het begin, is dat we vele christenen zien dat zij een leven leiden, hè, waar we heel tevreden mee zijn. We gaan naar de kerk en we gaan doen onze plichten. En we geven af en toe misschien €5 of €10 aan iemand die het moeilijk heeft. Nou ja, dan hebben we onze plichten wel gedaan. En zo komen we er wel. En we geloven in Jezus. Ja, maar weet je wie ook in dat Jezus gelooft? En dat is de duivel. Het feit is dat het christelijke leven van veel christenen, daar blijven wij nog centraal staan. Maar het gaat niet om ons. Het gaat om degene die ons gemaakt heeft. Koning Jezus. Amen. Hij is koning. Hij is onze koning. Hij is de koning der koningen, Heere der Heeren. Hij is degene die de koning is van het koninkrijk der hemelen. En hij wil als koning geëerd worden. En hij wil ons denken veranderen dat wij niet onze geestelijke wandel zien vanuit ons standpunt, maar vanuit Gods standpunt. En als we dit echt kunnen begrijpen, dan gaat het ons leven totaal veranderen. Dus ineens gaat Paulus, die gooit het roer om, hij zegt maar God. Of in sommige vertalingen staat God echter, dat is hetzelfde. God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt, uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. God, die rijk is in barmhartigheid. Je weet, de mens heeft de rug op God gedraaid. Maar God heeft nooit de mens op ons gedraaid. En overal vinden we in de Bijbels de remnant, dus een resterend aantal mensen die overblijven, die toch God dienen. In de tijd van Noach was het alleen Noach. In de tijd van Abraham was het Abraham. Uiteindelijk het volk van Israël. En, maar elke keer zien we in de loop van de geschiedenis dat de mensen afhaken en toch weer een rug draaien op God. Maar God is barmhartig. En hij heeft ons uitgereikt. We verdienen het niet. Als ik denk aan mijn leven, nou, dan verdien ik het helemaal niet. En het heeft ook meer dan 40 jaar geduurd voordat ik uiteindelijk mijn knie voor de Heer Jezus boog. Van huis uit een atheïst. En verder heel veel redeneren en proberen dingen uit te werken. Maar om Jezus in geloof aan te nemen, dat was heel moeilijk. Want dat betekent, dan moet ik van mezelf overgeven aan iemand anders. Gezag wat ik over mij had, moet ik overgeven. En dat is wat zo'n probleem is met mensen, waarom dat ze hun leven niet aan de Heer kunnen overgeven. Want dat betekent, ze moeten zichzelf gaan wegcijferen. David die had het er ook over, diezelfde persoon waar ik net ook over had. Daar zegt hij ook, in brandoffers en slachtoffers stelt hij geen behagen, maar in een gebroken geest. En David was iemand die bereid was om zich gebroken te laten worden. En zich helemaal te ontleden voor God. En God te eren voor wie hij is. En God had hem laten zien wie David is. En David heeft een moord gepleegd.
David heeft een vrouw onteerd. Nou, gaan ze maar even door. Dat heeft heel veel consequenties gehad. Maar David was een man waarin staat in de Bijbel praat van een man naar mijn hart, zegt God. En waarom? Omdat hij zich kon overgeven aan God. Omdat hij zich kon vernederen voor God. Omdat hij zich kon leegmaken voor God. En zeggen, hier ben ik. Ik weet wat er in mij is. Hij had al gezegd, in ongerechtigheid ben ik geboren. In zonde heeft mijn moeder ontvangen. Ik ben niks. En tot die positie moeten wij komen. Wij hebben niks vanuit onszelf, niks aan God te bieden. Want de eerste paar versen heeft wel een beetje laten zien van wat er in ons is of was. En God is vol ontferming. En hij heeft ons lief. Vol ontferming, vol barmhartigheid. Door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Heeft hij ons met Christus levend gemaakt. Wij waren dood door onze misdaden, door onze zonden. En God heeft al die eeuwen naar deze wereld gekeken en naar de mensheid gekeken. En hij had gewoon met een geweldig plan. En dat is het plan om zelf naar deze wereld te komen. En over een paar maanden vieren we dat weer, herdenken we dat weer. Dat God naar de wereld gekomen is in de persoon van Jezus Christus. En Jezus Christus is niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar hij is gekomen om ons te redden. Hij is gekomen en gezegd, ik kom niet. Jullie zijn dood. Ik kom niet aan jullie de dood gaan verkondigen, de eeuwige dood gaan verkondigen. Nee, ik kom om jullie het leven te geven. En ik zal de dood ondergaan. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Kom naar mij toe. Met je zonde. Kom naar mij toe. Vertrouw mij. Geef mij jouw leven. Ik ben bereid om in jullie plaats te sterven. Van de Bijbel, de Oude Testament zegt, de ziel die zonde die moet sterven. Het Nieuwe Testament zegt, het loon van de zonde is de dood. Nou, ik heb een heleboel teksten opgenomen. Maar het feit is, wij verdienen de dood. Maar Jezus heeft gezegd, ik kom jullie het leven geven. En hij strekte zijn hand uit. Naar een mens die opstandig was tegenover hem. En toen is Jezus gestorven. Zelfs God kon dit niet aanzien en wendde zijn gezicht af toen Jezus aan het kruis hing. Niet omdat Jezus alleen aan het kruis hing, God zag de zonde van de wereld aan het kruis. En hij kon de zonde niet zien. En hij wendde zijn gezicht af en Jezus moest in strijd alleen strijden. Zijn discipelen hielpen hem niet, want die waren allemaal weggevlucht. Alleen Johannes kwam later met zijn moeder, met Jezus' moeder, nog bij het kruis staan. De Romeinen hielpen niet, de Farizeeën hielpen niet, het hele volk. Dat een week tevoren misschien nog riep van Hosanna, Hosanna, hij die komt in de naam van de Heer. Die riep dan nou, kruisig. Jezus was alleen, hij stierf een vreselijke dood. Alleen. Maar nou is het zo dat Jezus stierf voor jullie zonde en voor mijn zonde. Maar hij heeft zelf nooit zonde gedaan. En omdat hij zelf nooit zonde gedaan heeft, kon de Heilige Geest hem, kon de dood hem niet houden. En de Heilige Geest is gekomen en heeft Jezus uit de doden opgewekt. En Jezus is levend geworden. Hij is verschenen op de aarde hier. Hij heeft met mensen gesproken en is toen later teruggegaan naar de Vader. Dit is wat er zegt dat Jezus is opgewekt. Maar staat hier dat wij samen met Christus levend gemaakt geworden zijn. U en ik. We praten nog steeds over de christenen tot wie dit boek geschreven is. Het geldt voor de christenen in Efeze, maar het geldt ook voor de christenen hier die bij elkaar zijn vanmorgen. Hij heeft ons levend gemaakt. Amen. En hoe heeft u dat gedaan?
Wanneer wij in de positie gekomen zijn, we hebben Jezus aanvaard. En we hebben tegen Jezus gezegd, ja, hier is mijn leven. Ga uw gang. Dan zijn we zijn kinderen geworden. En dan komt Gods geest. En die brengt ons zover dat we die stap zullen nemen naar Jezus toe. En Gods geest getuigt samen met mijn geest dat ik een kind van God ben. En er kan niks tussen komen. Er kan geen duivel tussen komen, er kan geen redenatie tussen komen van de wereld. Zijn geest getuigt samen met mijn geest dat ik een kind van God ben. Ja, amen. My choosing there, zei Veronica. We zijn kind van God. Dan zijn we niet dood meer. Maar we zijn tot leven gekomen. We zijn een nieuwe schepping geworden. Wij zijn die mensen geworden die Jezus wil hebben dat wij zullen zijn. De overwinnaars. Over zonde. Overwinnaars over ziekte. Overwinnaars over de duivel. Overwinnaars over ons eigen vlees, over de zonde. Wij zijn degene die die taak nou over moeten nemen van Adam. Om te heersen en om te onderwerpen. Amen. Amen. Begint een beetje door te nemen. Maar, het is zo. We gaan hier verder kijken. Hij heeft ons met hem opgewerkt en ook met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. We hadden gezegd dat we hebben een lichaam, we hebben een lichaam waarin wij wonen, we hebben een ziel. En alleen onze geest, die was dood, onze geest kon niet meer bij God uitkomen. Maar toen Jezus gekomen is, heeft hij die scheiding weggehaald. En hij heeft mijn zonde gepakt en aan het kruis heeft hij gestorven, ook met mijn zonde, op het kruis hangt. En dan, wat zijn mijn zonden nou? Die zijn weg. En wat gebeurt dan? Omdat die scheiding weg is, heb ik weer communicatie met God. God zijn geest en mijn geest. Hebben communicatie. Halleluja, dit is hersteld. En nou, ja, maar God, maar hoe zit het nou met God? God is daar in de hemel toch? Nee. Jezus zegt, wie mijn geboden bewaart, ze onderhoudt, hem zal ik lief hebben. En ik zal woning bij hem maken. En de Vader zal hem lief hebben en zal woning bij hem maken. Met andere woorden, wij zijn vrij van de wet, de 10 geboden, dat zijn we altijd zo heel makkelijk. Maar de samenvatting van die 10 geboden zijn de 2 geboden van Jezus. Je moet de Heer je God lief hebben met je hele hart, de Heer, ziel, je al je verstand en al je kracht. En je naaste zoals jezelf. Dus er is wel verantwoordelijkheid die we moeten dragen. En dat is vanavond heel goed. Naaste lief hebben. God liever bovenal. En dan zegt Jezus, dan kom ik wonen in jou. Dan komt de Vader wonen in jou. Met andere woorden, zowel de Vader als de Zoon hebben woning in mij. Door de Heilige Geest. En als wij ergens naartoe gaan, we gaan wandelen. Waar is de Heilige Geest? De Heilige Geest is overal. Amen. Dus waar we naartoe wandelen... We hebben Gods geest in ons, we hebben de Vader in ons wonen, we hebben Jezus in ons wonen. En waar we gaan, we zijn omringd door de Heilige Geest. Het leven van een christen kan zijn als een hemel op aarde. Dat wil niet zeggen dat wij vrij zijn van problemen. Oh ja, problemen hebben we genoeg. Maar wat doen we met de problemen? We hebben Jezus. Halleluja. Laat hij de problemen komen, laat de duivel maar komen, laat hij... Laat de wereld met zijn opvatting maar komen. Wij weten, wij hebben het antwoord. Wij weten, wij hebben het eeuwige leven. Waar wij dood waren, hebben wij nu het leven. En het mooie is, wij hebben niet het leven, wij hebben een eeuwig leven. Amen. En het eeuwige leven begint niet wanneer ik daar onder de grond ga komen. Nee, het eeuwige leven is al begonnen. Dus we hebben begonnen op het ogenblik dat ik tegen Jezus gezegd heb, hier ben ik. Amen. En nu is het zo dat Jezus
wat was hij? Jezus was een hemelburger, als ik het even met respect mag zeggen. Hij was een hemelburger. Hij woonde in de hemel. En toen moest hij zijn taak uitvoeren, dus God stuurde hem naar de aarde toe. Jezus werd geboren hier op aarde, heeft zijn taak volbracht en is weer teruggegaan naar de Vader. Maar u en ik zijn ook hemelburgers. De Bijbel zegt, er staat in hoofdstuk 1, dat God ons voor de, neem die kwalijk, dat God ons voor de grondlegging van de wereld, heeft hij ons uitverkoren in Christus Jezus. Amen. Dus voordat God de hemel schiep, kende hij al de Torah. Kende hij jou al. Kende hij mij al. Hij waren in zijn gedachten. En hij wist in het, wat de mensen dan gaan noemen, 20e, 21e eeuw. 20e eeuw, dan ga ik die mensen naar de wereld sturen, naar deze wereld sturen. En ik ga mijn plan met hen ten uitvoer brengen. Een paar van die kleintjes die hier rond slapen, of waar ook al, zijn, die zijn uit de 21e eeuw. En God heeft ons naar deze wereld gebracht. Wij zijn hemelburgers, wij zijn tijdelijk hier. En... maar ik kan eigenlijk, het staat hier ook, we zitten in de hemels, dat wij in de hemelsgewesten gezeten zijn in Christus Jezus. Als ik mijn ogen dicht maak bijvoorbeeld, en ik ga naar de troon van genade en ik ga naar God en ik wil een verzoek voor hem richten of ik wil hem bidden of ik wil hem gewoon prijzen, wat gebeurt er dan? Dan word ik verplaatst in de geest. Dan ben ik bij Jezus. Ga ik even naast hem op de troon zitten. Hier zit God. Jezus aan de rechterkant. Daarnaast is een plaatsje voor mij. Ja, ga je nog niet te ver. Ja, maar dan moet je maar de Bijbel lezen. In de Hebreeën staat dat wij de vrijmoedigheid moeten hebben om de troon van genade te naderen. Amen. Nou, als ik die troon van genade nader, dan ben ik in de geest en zie ik die troon. Zie ik daar die 24 oudsten om me heen liggen, om me heen zitten. Zie ik ze dat ze de kronen af en toe van hun hoofd afgooien op de grond. En dan gaan ze de Heer loven en prijzen. Staat in Gods woord. Halleluja. Mm. En dus wij zijn heelburgers. De enige tijd hebben wij toegang tot de Vader. Door de Heilige Geest, door wat Jezus doorstaan heeft. Maar u weet wat ook zo mooi is. Jezus is gestorven. En wij horen heel vaak over wat die pijnen die moest hij doorstaan. Dat is ook zo. Het is vreselijk. Ik wil het ook helemaal niet minimaliseren. En verschrikkelijke leed was hij moest doormaken. En toch zegt de Bijbel in de Hebreeënbrief dat hij de schande verachtte en dat hij het met vreugde deed. En waarom deed hij dat met vreugde? Omdat hij kon achter dat kruis kijken. En wat zag hij achter dat kruis? Een lege graf. Wat zag hij achter dat lege graf? De geboorte van de kerk. Wat zag hij achter die geboorte van de kerk? De New Life Church van 2014. Zijn oog was op u. Dat was zijn vreugde. Daarom kon hij het doen. Kunnen wij indenken die liefde wat God en de Vader en de Zoon voor ons heeft? Dat Jezus met vreugde naar het kruis ging, zodat wij vanavond bij elkaar kunnen zijn. Het klinkt bijna vergezocht. Wij gaan alleen bij onze dingen aan. En die Jezus zegt hij dan ook dat wij naar deze aarde gekomen zijn, zeven, omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over onze in Christus Jezus.
Door het gebed kunnen wij de goede tierenheid van God naar deze wereld brengen. Amen. Kunnen wij getuigen van zijn liefde? Kunnen wij getuigen van zijn genade? En daar hebben we ook allemaal over gezongen vanavond. Want wij hebben reden om te getuigen. Amen. We hebben een boodschap in de wereld. Daarvoor hebben we wel de Heilige Geest nodig. Maar we hebben een boodschap. Over de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Geweldig. En dat is onze Heer. En dan staat er in vers 8, vanuit genade bent u zalig geworden door het geloof dat niet uit u, het is een gave van God, niet uitwerken, opdat niemand zou roemen. Wij kunnen niet gered worden op grond van het feit dat we gaan naar de kerk en al die dingen meer, en waar we dus onze redding helemaal onszelf gaan centraal stellen. Nee, het gaat niet om ons, het gaat om Jezus. Door onze werken, goede werken, kunnen we niet. Ik ben 9 keer ben ik in India geweest, ik ben 3 keer in Zuid-Afrika geweest. We zijn nog in Amerika geweest. En het kan allemaal mooi. We hebben geweldige dingen meegemaakt. We hebben vervelende dingen meegemaakt. Denk alleen maar aan India. Het is een vuil land. Je hebt een taalprobleem. Je hebt een klimaatprobleem. Je hebt eetproblemen vooral. En het is helemaal, je moet daar niet voor je plezier naartoe gaan. Maar we hebben op het ogenblik een enorm netwerk van een paar 100 gemeentes. We hebben 5 bijbelscholen enzovoort. Maar dit gaat niet om ons, wat wij daar hebben. Het zijn genade die ons daar de overwinning gegeven heeft dat we dat konden doen. En dat we nog steeds kunnen doen en we hopen binnenkort weer op reis te gaan. Maar het gaat niet om ons, het gaat om zijn werk. Het gaat om Jezus die in ons woont. En die door ons heen wil werken. Wij moeten gewoon dit beseffen en ons, gewoon weten dat uit onszelf. Jezus zegt ook, zonder mij kunnen jullie niks doen. Mm. Ja, en dan heb je zo'n voorganger, zoals deze gemeente, die noemt mij een apostel, die alles weet. Hè? Nou, dat doet mijn ego aan één kant wel heel goed natuurlijk, maar ik weet beter. Ik weet niet alles, ik weet beter. En dat is dat het is genade. Feitelijk is dat, is genade. Het feit dat u hier zit, is genade. Was het niet voor Jezus, zou je niet gezeten hebben. Was het niet voor Jezus, dan weet ik niet van mij. Dan denk ik dat ik langer onder de grond zou zijn. En dan sluit ik af met vers 10. Want wij zijn, zegt Paulus, zijn maaksel. Dat zegt hij tegen de christenen. Amen. Wij zijn zijn maaksel, nou dat weten wij. Wij zijn geschapen door God. Wij zijn niet een ongelukje, zoals sommige mensen wel eens praten. Ja, de iemand die van onverwacht zwanger geworden was, niet de bedoeling, getrouwd of niet getrouwd, laten we in het midden. Ja, dat is een ongelukje. Prijs God, bij hem zijn geen ongelukjes. Hij kende ons al voor de grondlegging van de wereld. En als de mensen zeggen dat hij een ongelukje was, dan vraag ik me af, hoe komt hij dan hier? Dan is het de geest van God die hij hier gebracht heeft. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. Halleluja. En om wat te doen? Goede werken te doen. En net vertelde ik van, wij zullen niet gered worden door onze werken. Nee, wij zullen niet gered worden door onze werken. Maar wel de werken die God van tevoren bereid heeft, zo staat het er, opdat wij daarin zouden wandelen. En dat zijn de goede werken. Wat zijn de goede werken die wij kunnen doen? Die wij doen wat God ons beveelt te doen. En God heeft een plan met ieder van ons leven. Hij heeft geen plan B of een plan C. Nee, hij heeft een plan met je leven.
En soms gaan passen wij niet in het Vlaanderen, gaan we onze eigen weg. God blijft rustig kijken. Bij mij heeft hij dat ook wel eens een paar keer gedaan. En dan zie je, dan ga ik mijn eigen weg. En ineens, hup, dan val ik op mijn snuffert op de grond. En tjoh, ja, dan kom ik achter, ik ben buiten Gods plan. Dan moet ik weer terug. Nou, ja, heer, ik heb het verbruikt. Zo. Nou, de heer, goed, dan gaan we verder. En dan gaat hij zeggen, je moet deze weg gaan, je moet dat doen. En dan doen we dat. En dan zien we gewoon hoe God verder het werk gaat zegenen. En hij brengt ons in zijn bestemming, in zijn plan met ons leven. Maar het kan ook zijn dat het plan totaal anders is dan wat u zelf voor ogen hebt. Ik zou wat mij betreft nooit uit Zuid-Afrika weggegaan zijn. Er was destijds opwekking in de gang, in die tijd ben ik een keer gekomen, geweldige tijd gehad. En ik kwam achter dat de Heer wilde hebben dat ik naar het buitenland zou gaan. Ik wist niet waar, maar ik had tegen de Heer gezegd, maar niet naar Engeland of naar Nederland. Ja, toen ben ik 30 jaar in Nederland. Ik heb een prachtig geschenk van de Heer gekregen, daar zit ze. Nou dan, dat maakt natuurlijk heel veel goed. Ik zag het niet zitten met naar Nederland toe te gaan. Nou, dan denk ik, we gaan naar Nederland. Nou, dan kom je in Groningen en wat nog verder in Groningen. En weinig wisten we dat, of het was helemaal niet in ons opgekomen dat we met de gemeente zouden beginnen. En nog minder ook dat wij zouden gaan reizen. En we zijn ook, behalve Australië, op elk continent van deze wereld zijn wij geweest. En hebben daar het woord gebracht. Hebben we nooit aan zitten denken. De deuren werden gewoon geopend. En de Heer laat zien en bevestigen. Dit is de weg die je moet gaan. Psalm 32, vers 8 is zo mooi, hè? Ik raad jou de weg die je gaan moet. Mijn oog is op jou. En dit mogen wij ervaren. En als we gehoorzaam dit gaan doen, dan komt de Heer tot zijn doel. En dan kan hij niks anders dan zegenen. Want je bent in zijn plan. Halleluja. Laten we even onze ogen sluiten. Ik heb met u gehad over de liefde van God, de barmhartigheid van God, de genade van God, zijn plan met uw leven. Waar wij dood waren door onze zonden en overtredingen, heeft hij ons levend gemaakt. Hij heeft ons hemelburgers gemaakt. Geweldig. Dan wil ik nog drie categorieën mensen spreken. Misschien zijn hier mensen die zeggen, ja, ik heb nog nooit eigenlijk mijn leven aan Jezus toevertrouwd. Ik ken Jezus niet, maar ik zou hem willen kennen. Terwijl de ogen gesloten zijn, dan wil ik graag hebben dat u naar voren komt. Dan wil ik voor u bidden. Er zijn misschien ook mensen die zeggen, ja, ik ben christen. En ja, ik ga naar de gemeente en ik doe mijn dingen en... Maar ik heb toch niet echt een relatie met de Heer. Ik heb niet echt een... dat ik kan zeggen dat ik een vertrouwensband met de Heer heb. Ik heb mijn eerste liefde verloren. Zoals Everse zegt. Johannes zegt tegen... De Heer Jezus zegt tegen Everse in het boek van Openbaring. Ik heb tegen jou dat je de eerste liefde verloren hebt. En misschien hebt u de eerste liefde verloren. Dat de Heer, en wil de Heer zeggen, kom, ik wil dit herstellen. En dan de derde groep is... Misschien mensen die graag voor de Heer willen werken. Misschien hebben jullie een bediening. Misschien is het een ontwikkeling. Maar je voelt echt, ik ben nog niet in de bestemming. In zijn bestemming. Dan kunt u ook naar voren komen.